Ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik denk dat het een solide weekend is geweest tot op heden. Uiteraard willen we altijd meer, maar ik denk dat het een prima kwalificatie is geweest. Waar is dat momentum voor jou geweest waarop je wel door naar de tweede kwalificatiesessie kwam? Want in de eerste werd je ook nog op het einde opgehouden door Bottas, geloof ik? Albon. Albon, ja. Het is gewoon heel erg tricky. En ik heb hem een klein beetje kunnen ervaren in de laatste vrije training op mijn tweede setje. Want toen heb ik letterlijk niet één ronde kunnen neerzetten. En dat weet je van tevoren. Dus wanneer dan een rode vlag is, dan kun je dan krijg je de kans om van je strategie af te wijken. Want wij hebben 3 sets gebruikt in Q1. En dat was in eerste instantie niet de bedoeling. Dus je bent continu heel dynamisch aan het reageren eigenlijk. Je kan niet echt anticiperen, omdat je nooit weet wat er komen gaat. En dat maakt het gewoon ontzettend moeilijk. Maar ik denk dat volgens mij is P12 mijn beste kwalificatie. Want in Monza was ik P13 min 5. Dus prima solide weekend. Tot het verschil met P10, dus Q3, is 0,051 met Norris. Laten we zien hoe dicht je erbij zit. Ja, klopt. Maar goed, ik focus op mezelf en voor morgen ook gewoon een goede wedstrijd. Proberen te rijden en dan kijken we wel wat het wordt. Ga je nu nadenken over een speciale strategie, een verrassende strategie? Nee, ik denk dat het belangrijk is dat we gewoon onze wedstrijd rijden, op onszelf focussen. Niet zelf de kansen proberen te creëren, maar gewoon ze op ons af laten kopen wanneer ze komen. En er zit er misschien wel iets heel moois in het veld. De tijd zal het leren. Maar als wij gewoon een goede wedstrijd rijden, dan kan ik tevreden zijn morgenavond. Succes. Dankjewel. Ja, en natuurlijk, hij staat achter zijn teamgenoot, maar zijn teamgenoot laat ook wel zien dat